Zo mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn in de building, we gaan naar Amsterdam toe. En met we bedoel ik de rest die moet nog komen. Frazi komt, QC komt en Killer komt. Kennen jullie Killer nog? Wow, van Pancho. Even de raam dicht doen hier. We gaan zo naar Amsterdam toe. Kijk in wat ik rij, ja Mattie. Oh my god. Oh my god. Shoutout naar Titikstel voor dit, jij toch? We hebben vandaag een optreden. Hij laat ons in stijl naar die optreden gaan. Dat is gruwelijk man, sowieso love naar mijn broer Titik. We gaan zo naar Amsterdam toe om een showtje te doen. Showtje was eigenlijk alleen voor mij, maar ik heb QC meegenomen om het nummer MOB te kunnen doen. En fucking veel zin in. Dit is echt mijn eerste optreden na 2 jaar of zo, weet je. Dus het is voor mij echt super spannend. Ik ben een klein beetje zenuwachtig, maar het zijn gezonde zenuwen. En ik hoop dat het optreden gewoon goed verloopt. Ik hoop dat de mensen lekker losgaan. En we gaan er een leuk feestje van maken. Maar voor nu moet ik even wachten tot de squad er is. Nou, jij dacht, we gaan naar optreden. Ik doe mijn joggingbroek aan. Ja. Lekker, hè? Wij zijn nu met 3 spikkinen. Oh, jij hebt gewoon jogging gewoon even. Dit kan, dit is trainingsboy. Dit is geen joggingbroek. Dit is ja, oké, okay, dat is waar. Ik ben gewoon in het jogging. Ja, broer, ik kom daar, want je weet al, ik ga gek. Fucka killer? Alles. Man. Je bent in de building, man. Ja, man, echt in de lang geleden, man. Te lang geleden, man. Te erg gewoon. Die body kan ik nog herinneren, of niet? Ja, dat kan ik nog goed. Daar kan ik me nog best wel goed. En dit dat herinneren. Ja, maar ik kan het me heel goed herinneren. Ja. Ik ga niet eens tegenin gewoon. Oké, okay, mensen, de squad is. Iedereen is aanwezig. Kijk. Het is een mooie auto, maar geen grote auto. Maar iedereen past erin. Q, hoe is het met je knieën? Hoe gaat het met je knieën? Lekker man, ik ben helemaal achter man. We moeten daarom 7:30 zijn. En ik heb een klein vermoeden dat we te laat gaan komen, maar ik hoop niet dat er files zijn onderweg. Ik zou zeggen, hey, go. Is het een middelbare school of een basisschool? Middelbaar. Oh, middelbaar. Dat kent iedereen jullie dan. Maar volgens mij is het, ik weet het eigenlijk niet. Man, wat betekent dat als bitches daar 2 jaar zijn blijven zitten, dan zijn nee, ze nee, je gaat niet over bitches. Aangekomen in Amsterdam. Oud staat hier geparkeerd en hij staat wel geparkeerd voor een andere auto. But that's not a problem, want ik heb de sleutel gegeven aan iemand anders. Dus als die man eruit moet, kunnen ze hem gewoon zelf eruit halen. We gaan nu richting de Escape in Amsterdam. Ik ken het persoonlijk niet. Maar ik moest daar om 7:30 zijn, dus nu 7:40, dus 10 minuten te laat. En we moeten nog soundchecken, oh, moet ik zien. We moeten ook nog soundchecken, om te kijken of alles goed doet. Ah, fuck, ik ben die ding in de auto vergeten. Verzooi. We hebben net de soundcheck gedaan. Ging goed naar mijn gevoel. Ik laat jullie gelijk even zien. Fucka boys, jullie zijn aanwezig. Lekker man. En ik vind het super spannend man, ik heb al heel lang geen optreden gedaan. En volgens mij 2 jaar of zo, denk ik. Dus we gaan kijken wat er gaat gebeuren, maar ik heb wel zin in. Ik denk als straks, als het hier vol gaat staan, dan ga ik waarschijnlijk die energie krijgen van de mensen. En dan gaan we natuurlijk gewoon kapot maken. Maar tot die tijd schijt ik nog steeds in mijn broek. Wij kunnen nu eventjes een beetje chillen in Amsterdam. En om 9:30 moeten we op. Het is nu 8:15. Dus we hebben aardig wat tijd om een beetje te chillen. Dankzij de zenuwen heb ik niet echt een eetlust ofzo. Maar ik heb wel honger, want ik kan niet eten. We zijn met een Mac. En ik heb een milkshake. Om een beetje te drinken. En straks gaan we op stage. Spannend. Over een kwartiertje gaan we op. Als het goed is. Ik heb gehoord dat de zaal helemaal vol is. Fucking zenuwachtig. Maar wel zin in. Kijk, we hebben snel een andere outfit aangetrokken. We gaan zo dadelijk op. In jouw zin, man. Als ik zeg Nessie, zeg jullie. Strijders in de building. Hey, dames en heren, hier komt Nessie Nagy. Als je zin hebt in een feestje, laat je horen. 3, 2, 1, al die motherfuckers hebben welu, welu. Hoor je veel praten over money, maar in je zakken zitten nog steeds welu. Al die motherfuckers hebben welu, welu. Hoor je veel praten over money, maar in je zakken zitten nog steeds welu. Welu, 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 welu. Al die motherfuckers hebben welu, welu. Hoor je veel praten over money.
over Sammy. Mijn mensen op straat zeggen jij hebt Welu. Welu. Tim Hop is een rapper, heb een dag door je post. Hij kan pak je niet genoeg shows. I don't trust these hoes. Rapper, heb een dag door je post. Hij kan pak je niet genoeg shows. Ik ben op de street, zie mijn uren maken tot een uur of 12 voor die superstatus. Kom in je wijk, laat je buurt verdwalen. Ooit pak ik bestek uit die dure zaken. Mijn wifi connect, ik ben uren later, maar op een dag gaat de YouTube mijn huur betalen. Ik wil dat iedereen lacht, iedereen lacht. We gaan zo springen met z'n allen. 3, 2, 3, 2, 1, 1. Zeggen jullie P, M.O. 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 Wow, hey, deze optreden was sick, man. Mijn stem is helemaal weg. De adrenaline die ik nu heb is belachelijk, maar ik zweet ook ziek, man, bro. Dit is sport, man. Fucking hell. Als ik straks ben afgekoeld, kom ik weer terug bij jullie, man. Ik ben MOB, vind me in je city met de cam of 3. Yeah. Bitches willen hangen, maar ik ken ze niet. Ik ben op mijn money, wil die centen zien. Ik ben op mijn knaken, fokkels, nol of dame. Willen dikke ossen op een berg zien. Bro, je kan niet haten, want ik jos op dagen. Ik heb liever m'n... Ik voel me just believen, man. Denk dat je mij nu kent. Ben vooral bij je mij bekend. Let op je wijte app. Want ze stuurt me een geile snap. Doe niet groot met je kleine ass. Bitch, je moet nog op tijd naar bed. Beter, heb je voor mij respect? Want je kan klappen van Maryam. Tot zover het fotomomentje. Oké, okay, wat vond je ervan? De energie was echt sick, hè? Ik zeg je eerlijk, zeg maar, wat was de leeftijd van de leerlingen? 12 tot 16. 12 tot 16. Het ging helemaal los. Een shout-out naar de Media College. Love naar iedereen die erbij was. Als je er niet bij was, heb je echt wat gemist, man. Ik ga niet voor je liefde. Je gaat de beelden terugzien. Yeah, once in a lifetime. Ja, hey, dat was gruwelijk. Zo'n schoolfeest. Ik heb iets van 10 jaar schoolfeest zoals dit. Nooit gehad? Nooit zo gek. Het geeft me een goed gevoel. Ik heb ook al heel lang geen optreden gedaan. Dus dit was wel zo van, ja man, ik heb het gemist. Ik wil meer. Hey, dat was echt super lekker. Sowieso, shout-out naar Yasin. Dankjewel. Voor deze kans, hey, toch? En het was gezellig, man. Abonneer ook op zijn kanaal, Meester Yasin, op YouTube. Pak je promotie, doe het. Yo, Meester Yasin, check. Vlogs over school. Mijn broer, je weet, shout-out. Deze man is real. Volg hem sowieso, hij gaat het maken. En als je dingen over school wilt checken, check dan mij ook. Zo voelt het dus om voor een uurtje een artiest te zijn. De liefde was echt niet normaal. Ik heb mijn stem al een klein beetje teruggekregen, dat is echt weer een goed gevoel. Hij ging echt belachelijk los, man. Echt, de love die we hebben gekregen was echt, echt super sick. Sowieso shout-out naar iedereen van de Media College, het was echt dope. En ik zeg je eerlijk, het voelt echt super goed om dit weer gedaan te hebben na al die tijd, man. Ik heb heel lang niet een optreden gedaan en dit was voor mij wel weer even die kick van jou, man. Het voelt goed om muziek te maken en om op te treden, weet je toch? Dus we zijn nu weer onderweg naar de auto. En we gaan
We gaan weer terug naar Rotterdam, man. En wat vonden jullie ervan, jongens? Jullie waren erbij toch net? Ja. Vonden jullie het dope? Ja. Gruwelijk, man. Echt sowieso love naar jullie allemaal. Jullie gingen helemaal los. Heb je nog wat te zeggen in de vlog? Ja, maar volg me op Insta, justy.vers. Doe het. Adio LK laagstreepje. Lekker. Adio, man. Gewoon adio, man. Lekker, man. Op patroon, man. Is goed, man, boys. Rustig aan, hè. Love, man. Later, man. Wat is je ervaring? Was leuk. Dus ik heb... De laatste keer dat ik heb opgetreden is denk ik echt meer dan 10 of denk 12 jaar geleden. Ja. En toen zat niemand op mij te wachten. En ik was nog geboekt, hè. Nee, joh. Met mijn hele crew, met mijn hele groep. Voor €250. Voor iemand, we hebben iemand zijn verjaardag kapot gemaakt. Die jongen hoort gewoon, er komt een speciale groep voor jullie optreden. Strijdmakkers. Hij denkt SBMG, ja, komt. Nee, maar ik zeg eerlijk, man. Het was leuk, gezellig. De sfeer zat er goed in. Ik had echt even die gevoel dat ik mijn arm had vastgepakt. Ik dacht, oh shit, dit is wel die superstar level. Ja, man. Dat is lekker, man. Ja, man, boys, we zijn de building. Sup, Fraser. Sup. Vond je het leuk? Ja. Mooi zo. Oké, dan. Killen, wat vond jij ervan? Super gaande, man. Vond je het dope? Ja, man. Ja, goede punchline was dat. Goeie woord. Goeie woordgrap. Ja, het was aan. Ja, het was echt aan. Jullie hebben de crowd los laten gaan. Ja, man. Toen deze man kwam. Ja, homies. Homie, we zijn super. Kijk, je smaakt een asse, ho! Nee, maar op die track toch. Homie, we zijn super gaan. Dat doe ik niet eens, man. Jawel, die andere man. Waarom hebben ze dat niet geknipt dan? Ja, vraag het aan Frankie. Frankie, man. Homie, we zijn super gaan. Maar daar was ik ook nog super dik, man. Ik ben super afgevallen. Lekker. Nu komt hij in één keer, homie, dit is super gaan. Zie je, ik kan helemaal met in één adem rappen. Lekker, bro, jij bent al buiten hoor adem in... omdat je loopt en praat tegelijk. Moet ik in één adem rappen doen? Nee, hoeft niet. Hoezo niet? Ga niet naar je verse luisteren, ik heb al 30.000 keer gehoord. Nee, zet hem. Het is een showtje gekild in Amsterdam. Esso naar iedereen. Shoutout naar QC, Killer, Frazi, jullie waren er allemaal bij, was super gezellig. En nu ga ik even mijn maag vullen, want ik heb voor de optreden niet kunnen eten omdat ik heel erg zenuwachtig was. En nu kan ik eindelijk mijn maag voelen, dus ik heb even een burgertje. En dan gaan we doen. Ik ga ook gelijk de vlog eindigen hier. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je me wilt boeken, dan kan dat. Komt binnenkort meer informatie over. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Like deze video, abonneer op mijn kanaal. Ik zeg eerlijk, vandaag heeft me echt super gemotiveerd. Ik wil gewoon nog meer optredens doen en meer muziek maken. Ik hoop dat jullie dat ook graag willen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer, man. Peace.